Eigenlijk sinds dat ik digitale camera's ontdekt heb, draai ik niet elke dag, maar toch veel. Ja. Ik vind dat digitaal filmen, als je echt onafhankelijk wilt zijn, dan moet je digitaal filmen. Want dan, je hebt geen financiële druk om te beginnen. Je kunt je verhalen gewoon ook hier vlak rond je deur vinden. Wat ik met Miss Homeless echt gedaan heb, was zelfs voor mezelf een regel opgesteld van alles 2 vierkante meter van mijn eigen deur. En ja, in Brussel Centrum waren toevallig, dat is zo, heel veel daklozen. Ik ken er heel veel van die mensen en ik ben met hen samen beginnen filmen. Zonder eigenlijk te weten waar mijn verhaal naartoe zou gaan. Dus je hebt die flexibiliteit. Je kunt dan thuiskomen, montagesystemen zijn ook al gebruiksvriendelijk, dus je kunt zelf al wat beginnen puzzelen van wat was goed, wat was niet goed. En van daaruit weer je laten inspireren om je verhaal vooruit te laten gaan. Een crew kun je herleiden tot 1 persoon. Ik zie jezelf hier zitten. Dus dat wil niet zeggen dat ik de filmindustrie, als die al zou bestaan in Vlaanderen, tegen zou willen werken daarmee. Nee, het is gewoon dat ik heb een aantal verhalen in mij zitten en ik kan gewoon niet wachten om die te vertellen. Dus dan doe ik dat op die manier. En dat kan perfect naast de industrie bestaan. Of dat heeft evenveel bestaansrecht, vind ik. Ja. Acteurs, dat hoeven geen sterren te zijn. In zoiets liever niet, zelfs. Zoals met die daklozen, die speelden echt wel een aantal Vlaamse acteurs weg, moet ik zeggen. Er waren echt sterren, echte sterren tussen, vond ik. Wat nog? Ja, camera's. Ik heb in Iran gefilmd met 2 telefoons. Dus dat gaat ook. Ik vind wel dat uw inhoud en vorm dat wel bij elkaar moet passen. Ik denk niet dat je een soort beauty shots moet gaan maken met die telefoons. Dat is heel lastig, dat gaat eigenlijk niet. Dat ziet er dan ook heel knullig uit. Maar zoals in Iran, dat verhaal is eigenlijk verboden. Dus wat wij daar gaan draaien zijn, ja, daar kun je voor in de bak vliegen in Iran. Dus je kunt daar niet gaan rondlopen met een grote camera. Dus dat doet je allemaal een beetje onder de radar. En vandaar met telefoons. Ik denk dat er in de toekomst nog echt fantastische camera's gaan komen. Ik denk echt dat eens dat die camera's rond de €500 gaan kosten, dan gaan we echt een revolutie meemaken, denk ik. Dat elke filmstudent afstudeert met een langspeelfilm, zeg maar. En dan gaat het knokken worden natuurlijk. Hè. Wat is de goeie, ja, wat is goed. Ja. Enfin, er gaan er heel veel. Ik denk dat August van den Berg is daar ook mee begonnen. Hè. Dus dat gaat heel snel. Hè. Die maakt elk jaar een film. Dus dat hoort daarbij. Hè.